Marktveld in Vught. Het is vroeg in de ochtend. De eerste startnummers worden door de fanatieke lopers al opgehaald. Over een klein uurtje gaat burgemeester Roderick van der Mortel het startsein geven aan de kinderen. Want we hebben in eerste instantie rond 11 uur in de ochtend een kidsrun. Toch even zo informeren hoeveel lopers er vandaag aan de Meijerijloop 2013, de 8e editie, gaan meedoen. We gaan even naar de Rabobank. Kleine 900 mensen hebben zich ingeschreven voor de Meijerijloop 2013. Maar er is nog altijd tijd om op het allerlaatste moment ingeschreven te worden. Dus de juiste cijfers van het aantal deelnemers zullen we later op de dag bekendmaken. Hoeveel kilometer ga jij lopen zometeen? Eén. Ja. En gaat het je lukken? Ja. Oh, ben je een beetje zenuwachtig? Nee. Hoe hard ga je? Weet ik niet. Heel hard? Heeft hij ervaring? Gaat het een grote loper worden? Het worden allemaal grote lopers. Nee, Nathan was vorig jaar ook bij en volgens mij had hij ruim binnen de 5 minuten had hij het gelopen. Dus dat vind ik erg goed. Nou, dat is toch goed, hè? Hartstikke goed, ja. Jullie hebben een flinke stapel enveloppen allemaal voor kinderen van de basisschool? Ik heb dit jaar echt een super team van de springplank, ja. Ik had 18 kinderen. Nou, dus, doe maar. Dat is hartstikke mooi, ja. Ga je meelopen het stukje met de kinderen of gaan de kinderen het echt alleen doen? Nee, nou, ze kunnen de klein. We hebben nou ook uit groep 1 hebben we nog wat kinderen bij. Nou, ik denk dat daar de ouders wel een stukje meelopen. Of in ieder geval van de finish uit. Dat mag, hè. Dat, ter ondersteuning. Nee, ik moet vanmiddag zelf nog lopen. Dus ik hou het even rustig aan. Maar ze kunnen het makkelijk zelf. Succes. Gaat heel goed, dankjewel. De elektronische matten worden gelegd. Zometeen de 1 kilometer van de kinderen, de kidsrun hier in Vught. Burgemeester Roderick van der Mortel, ik heb hem zojuist gesproken. Gaan we even kijken zo meteen naar het interview. En daarna gaat hij het startschot geven, het officiële startschot, het openingswoord voor de Meijerijloop 2013. En vrijwel meteen daarna gaan de jeugdigen de 1 kilometer lopen. Burgemeester Roderick van der Mortel, Vught heeft flink uitgepakt de Meijerijloop. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, niet Vught, maar de organisatie heeft flink uitgepakt. Nou, de gemeente heeft wel behoorlijk meegewerkt. Jawel, jawel, maar dat hoort ook zo. Een gemeente moet vooral ondersteunen als er goede ideeën zijn. En de organisatie kwam bij ons ondersteund door Detron. En die zeiden van nou, we gaan van Vught en de loop in Vught iets fantastisch maken. En ik moet zeggen, ja, als je rondkijkt, het bruist, het leeft nu al. Het is nog niet zo druk. Maar het is vroeg, hè? Het begint pas over een uurtje. Maar als ik ook onderweg een aantal straten zie, hè, die zijn helemaal versierd. Er is een wedstrijd uitgeschreven, de leukst versierde straat. Die krijgt voor 50 personen een barbecue. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Goed voor de buurt, goed voor de straat. Het is droog, dus we maken er gewoon een fantastisch feest van. Ja, en het feest gaat zo beginnen, want u gaat zo meteen de officiële opening doen. En dan het startschot van de 3 edities. De kinderen, de 5 kilometer? 5 en 10 kilometer. Ja. Gaat u zelf ook meelopen? Nou ja, dat had ik dus graag gedaan. T-shirt past niet. Ik moet schieten. Anders schijn hem uit. We gaan hem dan minimaal eventjes zo voor je houden. Kijken of die past. Het is stretch, hè? Ja, ben maar blij. Dus het past. Kijk maar. Ja, echt, ja, je bent niet voor één gat te vangen. Nee, dat is goed. Hartstikke goed. Detron, belangrijke sponsor voor het evenement. De grootste sponsor voor het evenement. Sinds een paar jaar aangehaakt. En nou ja, heeft net toegezegd om het de komende 10 jaar te blijven doen. Dus ja, wat willen we nog meer? Over een klein half uurtje begint de kidsrun. Dan geeft burgemeester Roderick van der Mortel dat startsein. Maar ze moeten natuurlijk wel even opgewarmd worden. En dat betekent dat de spieren hier zo gerekt gaan worden. En onder leiding van een aantal professionals gaan de kinderen hier eventjes die warming-up op het middenplein op het Marktveld in Vught gaan doen. En daar gaan we even naar kijken. Jullie misschien de eerste keer. Wie doet er allemaal voor de eerste keer mee hier aan die 1 kilometer run? Wie heeft er al vaker een kilometer gerend? Echt waar? Zo ver? Oké. Okay. Nou, wat we dadelijk gaan doen. Ik zie heel veel kinderen die bij Prins Hendrik al op atletiek zitten. Ik zie heel veel kinderen die bij de Zwaluw voetballen, die bij andere clubs al heel veel sporten. Dus wat we dadelijk gaan doen, we gaan dadelijk een warming-up doen. We gaan dadelijk de ouders vragen om een klein stukje naar achteren te gaan, want wij hebben de hele ruimte hier ongeveer nodig. En ik wil dadelijk vragen om 1 cirkeltje, en dat is even moeilijk, in het midden te maken. En 1 grote cirkel daaromheen. Dus jullie kijken dadelijk die kant op. Yes? Oké, okay. En vanuit daar gaan we de warming-up beginnen. Goed, als ik nummer 1 aan mag hebben, dan gaan we rustig beginnen. Oh, kom er maar rustig bij. Piramide mag in het midden. Ja. Oh, kom aan. Kijk eens hier. Maak je de cirkel wat groter. Kom een stukje naar achteren. Kom een stukje naar achteren, naar achteren, naar achteren.
kant op. Jullie gaan die kant op. Oké, jog rustig rond. Kom maar. Oké, jullie joggen die kant op. Jullie die kant. Kom maar. Rustig joggen. Meisjes, het is nu al een daverend succes. Als ik zie met hoeveel kinderen jullie hier zijn, veel meer dan andere jaren. En voor mij zijn jullie al de kampioenen van de dag. En weet je waarom? Het is niet alleen een leuke dag om met elkaar te lopen, maar ieder kind wat meeloopt, zorgt er ook nog voor dat er een klein beetje geld gaat naar het goede doel. En het goede doel zijn kinderen en mensen die niet zo goed kunnen lopen en die we dus met z'n allen een beetje moeten ondersteunen. En die centjes die naar het goede doel gaan, dat kan omdat we iemand bereid hebben gevonden om de kosten van dit evenement mee te sponsoren. En dat is het bedrijf Detron, maar nog veel belangrijker, de baas is meneer Sjors. En meneer Sjors heeft net gezegd dat hij de komende 10 jaar dit nog blijft sponsoren. Dus ik stel voor dat we even met z'n allen roepen: bedankt meneer Sjors. 1, 2. Bedankt meneer Sjors. Goed zo. Dames en heren, het is de eerste keer dat we starten hier in het centrum. Het gaat door de Vughtse wijken. En de prijs die straten konden verdienen met het versieren is een barbecue. Goed voor de buurt, goed voor het dorp. En het wordt helemaal opgenomen hier in ons mooie Vught. Er waren maar 2 bezwaarschriften. En ik kan u zeggen, dames en heren, dat is voor Vught heel bijzonder. En ze zijn weg. De Kids Run, de 1 kilometer meierijloop. De Kids Run is begonnen. Het gaat goed. We hebben 1 klein valpartijtje in het begin. Het zijn matten, die worden geregistreerd. Ruim 130 kinderen hoor ik Frits Kuiper zeggen. In alle leeftijden. We gaan volgen, we gaan kijken. Het mooie is ook dat de rolstoelers meedoen. Het is los. De meierijloop 2013 is nu officieel geopend met de kinderen. En het welkomstwoord van burgemeester Roderick van der Morten. Maybe heaven right now is a devil or angel away. That won't change. Together we vow that our colors will sparkle the fade. Ze komen eraan. En wat gaat hij snel? Standschipperen uit Maren. Standschipperen die hier als een echte atleet keihard over de finish komt. Nummer 957. Wat een toptalentje. En de medailles die worden daaruit gedeeld. En 2 hand in hand over de finish. Prachtig gedaan, jongens. En zoals Frits Kuiper in de verte al zegt, handjes langs het lichaam, samen met papa. Ik zie Valentino binnenkomen. High five ook. Over de mat. Ja, je moet hem toch niet laten stoppen voor de mat voor een high five. Ja! Yeah! Valentino over de streep. Hoe ging het met jou? Goed. Heb je er alles aan gegeven? Ja, ik heb heel hard gelopen. Ja, en terecht, en je hebt een hele mooie medaille verdiend. En die komt er hier aan, kijk eens, alsjeblieft. Waar ga je die neerhangen, die medaille?
op je kamer. Dan ga je er elke dag naar kijken en dan ga je ooit een keer de 5 kilometer lopen. Ik ga hem op school laten zien. Ja, je hebt groot gelijk. Lekker stoer doen, hè, tegenover de andere kinderen. Ik heb hem in al je... Ja. Veel plezier nog, hè. Het zweet langs een bol, Peter. Het zweet langs een bol. Wat een keier. Thijs Mulder. Thijs Mulder uit Bergen. Wat een keier ben jij. Thijs Mulder, over de finish. Ik ga hem toch even iets vragen. Thijs, mag ik je snel even iets vragen, jongen? Ja, tuurlijk. Het was heel zwaar, denk ik. Ja. Hè? Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen? Is het doorzettingsvermogen dat in je hoofd zit? Nou, nee. Ik heb gewoon een beetje gerend en dan weer wandelen. Maar je hebt het gehaald. Je bent een voorbeeld voor mensen met een beperking. Ja. Ik vind het knap, echt waar, serieus. Ja. Als er iemand een goede prestatie heeft neergezet, dan ben jij het. Ja. Dankjewel. Geniet van je overwinning. Bedankt. Van Iris Verheij. Inmiddels zijn we begonnen aan de warming-up van de Detron Meijerijloop 2013. Heel wat atleten die zometeen voor de start gaan staan hier op het Marktveld in Vught. En toch een beetje die gemiddelde tijd aanhouden van een half uurtje die 5 kilometer gaan lopen. We gaan het allemaal in de gaten houden op de officiële tijdmeting en de tijdmatten die op de grond liggen. En de chips die zij op hun schoenen dragen, zodat we precies weten hoe laat de atleten straks binnen gaan komen. Even naar die 5 kilometer atleten. Ze staan te springen, worden opgezweept op de muziek. Mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Pascal van Engelen. En ik zie Frits daar boven op dat kleine podiumpje staan. De atleten staan voorop. Het gaat er echt zo meteen op. Ik zie dat de burgemeester al het startschotpistool gaat krijgen. Zometeen klinkt hij. Ik ga langs de kant, want die gaan natuurlijk als een speer. We wachten even af, ik ga opzij staan. De 5 kilometer staat. De lopers zijn er klaar voor. De horloges worden gelijk gezet. En daar zijn ze. It's my turn to fly. So girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Wat ben je nou aan het doen? Laat ze maar gaan. Ik vind het leuk om als laatste weg te gaan. Ja. Dat geeft power om door te gaan, mensen in te halen. Of ben je loop je als een speer? Wat is het geheim dat je hier gewoon staat, man? Ik kan lekker lopen vandaag. Ik heb vorige week een Berlijn marathon gelopen en dat ging heel slecht. Dus ik kom hier een try-out doen, want volgende week ben ik in Eindhoven voor de Haas. Dus dit is mijn laatste uitproberen hoe het gaat. Nou, fantastisch. Ja, ik zou zeggen. Wacht even. Bang! Yes! Yes! Lopen! Yeah.
De laatste hardlopers zijn net hier de hoek om bij de Marktveldpassage. De 10 kilometer is dit. Nol zit op dit moment in de wagen, want ook TV73 rijdt met de auto mee in deze route van de 10 kilometer van de Meierijloop hier in Vught. Laten we eventjes gaan kijken hoe het is op parcours, hoe het gaat met de mensen. De junioren die hebben we gehad. De 5 kilometer is onderweg. Het gaat fantastisch. Ja, het gaat super. Echt fantastisch weer. Grote opkomst. We zijn bijna vol met inschrijvingen. Dus ik ben echt... 1200, hè? Ja, bijna 1200 man. Dus ik ben helemaal blij. Ja, je steeg ook boven jezelf uit. Je staat erop, dat was een vrij wankel podiumetje. Die 5 kilometer aan te moedigen. Ik denk, die zijn straks kapot voordat ze moeten starten. Ja, maar je kent mij een beetje. Soms ADHD is leuk, hè? Dus ik hou van enthousiasme en positiviteit. En als je al die mensen ziet lopen en springen en blij ziet zijn, ja, dan word ik daar ook weer. Ja, moet ik je ook nog feliciteren met een hele andere wetenswaardigheid. Vertel. 10 jaar Detron sponsoring. Ja, dat is te gek. Dat kwam even uit een hoge hoed. Dus te gek dat... De oprichter van de club, de aanvoerder van de club, Jos Banken, met afgesneurde kniebanden vandaag aan het lopen is. En hij aan het lopen? Ja, met de 5 kilometer? Hij is aan het lopen de 5 kilometer. Hij komt zo binnen. Daar ben ik bijzonder trots op. En dat hij dan zegt tegen onze burgemeester van, ik verbind me nog 10 jaar aan dit vak en aan deze loop. Ja, superleuk. Ja, prachtig. Ja, mooi kun je het niet hebben. Een zekerheid voor de komende 10 jaar. Ja, dus we gaan elkaar nog vaak zien, hoor. Zijn we wel wat ouder, Frits? Ja, dat geeft niet. Come on, let's go. What it is. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT. This hustling, chasing dreams since I was 14 with the four-track bussin'. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Meneer, mag ik iets vragen? Ja. U zit hier zo lekker langs het hek. Wat vindt u nou leuk aan? Gewoon de happening, het gebeuren. Happening, het gevoel ook. Ja, ja. Waarom loopt u zelf niet mee? Omdat ik geen conditie heb. Geen conditie? Nee. Maar 5 kilometer? Nee, dat waag ik me niet meer aan. Ik vind het veel lekkerder om lekker uitgezakt op zondag lekker te kijken. Zo is het, ja. Nou, dan wens ik u een hele fijne dag nog. Dankjewel. Geniet ervan, hè. Dankjewel. Wie staat u hier aan te moedigen? Ik niemand, ik kom net aanlopen. Ik kom gewoon aanlopen en u denkt, nou, ik blijf gewoon even lekker kijken. Lekker goed kijken, ja. Het is wel een hele happening hier in Vught. Fantastisch. Komt u het zelf ook uit Vught? Ja, ook uit Vught. Maar je loopt zelf niet mee? Helaas, kan niet. Niet zo sportief of niet weggelegd? Nee, ik ga niet met mijn knie. Gaat niet? Nee. Maar wel leuk om even lekker te kijken. Heel goed, lekker zonnetje. Prachtig. Ja, heel mooi. Geen kennissen die meelopen? Nee, niemand. Helemaal niet. Gewoon even enthousiast kijken. Gewoon gezellig. Ja. Veel plezier nog. Dank u wel. De hele nacht. Van je lichaam heel dicht tegen mij. De geur van liefde, zo zacht bij mij.
je hand, dan maken we samen onze dromen waar. Dit is het moment waarop ik zo lang op heb gewacht. Ik zou alles geven voor een leven met jou. Kom toch bij me, want ik hou alleen van jou. Draai met je heupen, swing met je lichaam lekker heen en weer. Ja, dit is de dans, die smaakt naar meer en meer. Ik zou alles geven voor een... Jasper Jansen, 5:29. Die komt in op 17 minuten en 38 seconden. Op weg naar de finish, is nog maar een heel klein stukje vanaf hier. Nog enkele 100 meters en ze bereikt de finish. Ja, het wordt al omgeroepen, de eerste vrouw. Ook erg, en hier Marcel de Kok van SPS. Gaat het goed? We houden het nog vol. We houden het nog vol. Ja. Soms is lekker doorgekomen. Hè? Ja, de zon is goed doorgekomen. Maar je kunt zien, ze krijgen het warm, hè? Ze krijgen het heel warm. En de laatste meters trekken ze wel even een sprintje. Hè? Wel eens, hè, voor het publiek. Hè? Ja. Dus, even uitslopen. Even laten zien, kijken wat een bink ik ben. Ja, en onderweg allemaal klaar. Ja. Even gewoon lopen, eventjes. En nou, kijk eens, ik ben er. Helemaal niet moe. Ja, leuk is dat, leuk is dat. Ah, daar gaat hij sprinten. Voor wie staat u hier te wachten? Wij staan hier voor twee mensen, Harold Martens en Peter van der Velde. Die lopen allebei mee. En wat zijn die mensen van u? Vrienden, kennissen? Ja, zwager en nog een zwager. Ja, u bent wel heel enthousiast allemaal aan het klappen en aan het doen. Ja, tuurlijk. Bent u trots op ze? Hartstikke trots. Ja, geweldig. Waar loopt u zelf niet mee? Volgend jaar proberen. Volgend jaar. Ik ben nog in training. In training? Ja. Ah, 5 kilometer moeten we wel te doen zijn. Ja, toch trainen, hè? Ja, doen we. Nou, geniet van het weer. Dankjewel. Ze zijn nog niet binnen. Ze zijn nog niet binnen. Verwacht je ze elk moment? Elk moment. Welk nummer hebben ze? Dan letten we op. Dat durf ik niet te zeggen. Durf je niet te zeggen. Nou, we houden het in de gaten. Succes. Volgens mij... Komen ze daar achteraan? Moeten ze er zo aankomen. Nou, het gaat nou heel snel. Loop lekker door, hè? Oké. Okay. Dag. Dag. Ik heb een beetje nog moeten wachten. Dat je iets aan je kniebanden had en toch meegelopen. Ja, maar ik vond het jammer om hier nou in mijn spijkerbroek op het podium te gaan staan. Dus even toch meelopen. Ja, wel stijl. Wel, want je hebt heel veel mensen van Detroit meelopen ook, hè? Ja, heel veel. Ik denk 40 of zo. Is het verplicht? Nee. Ben je er met de zweep overheen gegaan? Nee. Dus vinden mensen bij ons leuk. Ja, fantastisch. Hey, en goed nieuws. Ik hoorde net van de burgemeester. 10 jaar verbonden aan de Meijerijloop. Ja, dat was zonder vooroverleg, maar dat doet die politie wel vaker. Dus. Zonder een borreltje, hè? En het gewoon ja gezegd. Een borreltje. Ja, nou ja, we gaan het zien, hè. Kijk, als het zo zoals nu in het centrum, veel beter als vorig jaar, toen we echt buiten Vught zaten. Nu is het intercentrum. Je ziet dat mensen heel erg hun best gedaan hebben om het parcours mee te versieren. Ik denk dat het, zeker met dit weer, voor de bevolking ook geweldig leuk is. Lekker muziekje erbij. Eerlijk en ook onderweg. Ik denk dat het Vught nog meer op de kaart heeft gezet, dit evenement. Maar ik zei al de vorige keer, het is de 8e editie, maar het lijkt al alsof het veel langer is. Ja, het is de 8e editie, maar het is altijd een beetje, het heeft zich altijd een beetje aan de zijkant van Vught afgespeeld. Echt alleen voor de sportliefhebbers. En ik denk alle betrokken partijen willen eigenlijk dat het echt een
een festijn wordt voor heel Vught. Dus voor jouw gevoel is geslaagd? Sorry? Voor het gevoel geslaagd? Ja. Veel meer bezoekers en veel meer lopers dan vorig jaar. Vorig jaar bleven we steken, ik geloof op 700. Nu dikke 1200, dus prima. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, de hardlopers komen hier binnen bij de finish. We staan nu net achter de finish. En leuk is, ze krijgen gelijk door de dames die hier staan en ook de vrijwilligers, krijgen ze gelijk een medaille uitgereikt. Dus ze krijgen gelijk die prijs voor die prestatie van 10 kilometer. Het laatste sprintje wordt hier in de laatste 100 meters bij de Marktveldpassage nog even snel gedaan. Wordt gelijk beloond met een medaille. Leuk. Mooie happening hier. Iedereen is enthousiast. En dat hier op deze mooie zondag in Vught. Dat was de laatste. Dat was de laatste. Ze hebben het goed gedaan, hè? Perfect. Hoe is het op EHBO technisch gebied geweest? Ook goed. Geen uitvallers? Nee, eentje volgens mij. Vanwege? Voor zover ik weet, kuitskram. Nou, moet je kijken. 1 op de ruim 1200. Ja, wat een fantastische editie. Heel goed. Smaak naar meer. Alle lopers zijn binnen van de 8e editie van de Meijerrijloop in 2013. Een fantastische prestatie neergezet. Mensen die met z'n 1200 hier vandaag in Vught zijn gestart. En zoals we zojuist hebben gehoord van de EHBO, slechts 1 uitvaller geweest op deze dag. Maar ik moet zeggen dat alles mee heeft gezeten. Het weer, het publiek, de finish en de start in het centrum van Vught. Wat een enorme aanwinst is geweest voor de Meijerrijloop. Mag ik dan iedereen van de organisatie, alle vrijwilligers, ook bedanken voor deze prachtige inzet. Want dat is verdient een grote pluim wat hier vandaag in Vught is neergezet. Een geweldige organisatie waar ik mijn duim voor omhoog steek.